Ja, Van Tuin tot Bord is als initiatief gestart voor en door bewoners. Wij willen graag de mensen met elkaar verbinden, dus dat mensen elkaar kunnen ontmoeten. En dat doen we allereerst ook door onze buurtrestaurants, dat mensen, iedereen die het wil, kan gezellig aanschuiven. En daarnaast ook, zijn er ook heel veel mensen die graag iets willen doen in hun eigen wijk. Nou, dat kunnen ze bij ons in de moestuin, maar ook in de kookgroep. Dus ze kunnen bij ons koken, buurtbewoners, mensen kunnen meedoen. En wij doen dit dat mensen, nieuwe mensen in hun eigen wijk kunnen leren kennen. Dat er meer verbinding ontstaat. Aan tafel ontmoeten mensen vaak ook buurtbewoners die ze normaal nooit tegenkomen. En er ontstaan zelfs vriendschappen. Nou, niet dat dat ons doel is, maar het is natuurlijk wel heel mooi. Al dat eten bereiden ze zelf, maar ook de groente wordt zelf gekweekt. Nou, we staan hier bij de buurtmoestuin in de Gildekamp, achter de broederij. Dit is een van onze buurtmoestuinen, van Tuin tot Bord. En iedere donderdagochtend komen hier een groep van buurtbewoners bij elkaar om de groenten te verbouwen. En we hebben daar ook een begeleiding bij vanuit Van Tuin tot Bord. En de groenten die de buurtbewoners hier verbouwen, die worden 's avonds verwerkt bij het eten in het buurtrestaurant. En daar kan de buurt gezellig aanschuiven. Ja, dus elke week is er een ander concept. Dus we maken elke week iets anders. Er zijn genoeg vrijwilligers die mee willen doen. En ze hebben allemaal hun eigen reden om hier iedere week te komen. Gewoon om ook mensen te leren kennen en om dingen te leren maken. Andere receptjes en zo. Ja, met mensen omgaan en mensen leren kennen. En we kunnen alle ons verhaal delen of zo. Of van alles doen. En de gasten, die genieten iedere week van de maaltijd. Ja, heel gezellig en altijd heel goed verzorgd. Ik kom hier gewoon voor de gezelligheid. Maar jullie komen hier vaker, zei je al. Wat maakt het dat jullie hier terugkomen? Het praten, het gezellige van elkaar. Het zijn mensen die je kent.